De nieuwe Bakken CARICOM jeugdambassadeurs willen informatie- en motivatiesessies houden op scholen. Deze moeten volgens Viking resulteren in meer bewustwording over de CARICOM onder de jongeren. Er moet een duurzaam fundament worden gelegd over de algemene kennis van de regio. We willen beginnen met MULO-scholen en middelbare scholen, omdat je op de MULO-school eigenlijk tijdens de aardrijkskundelessen al informatie krijgt over CARICOM en het Caribisch gebied en dat we daar deel van uitmaken. En wij willen dan een bijdrage leveren om meer in-depth informatie te geven over dit onderwerp, over wat dat allemaal inhoudt, over al de andere zaken die het met zich meebrengt op alle niveaus. En het niet alleen houden op het geografisch, maar het een beetje breder maken dan alleen educatie en geografisch. Yeah. Maar we willen zeker uitbrengen om naar gemeenschappen te gaan, naar communities te gaan, om trainingen te geven. Ook trainingen aan jongeren die misschien verder willen studeren. Daarom is het ook heel belangrijk om op de middelbare scholen te gaan, om die kansen te bieden. Omdat er ook andere universiteiten zijn waar we naartoe kunnen gaan als jongeren. In de regio, omdat we deel uitmaken van CARICOM. Dus we willen het natuurlijk uitbreiden. Dus het is pas het begin en het begin van ons strategisch plan. King zegt dat het een uitdaging kan zijn om de informatie naar alle lagen van de jongeren over te brengen. Er wordt nu nagegaan hoe dit plan zo effectief mogelijk aan te pakken. De challenge zit natuurlijk in het gaan naar de verschillende gebieden, omdat we het niet alleen in de stad willen houden. We willen naar de districten toe gaan en daar moet je toegang naartoe hebben. Je moet kunnen communiceren met de mensen, je moet ze goede dingen kunnen uitleggen. Dus daar zit misschien de challenge in om naar de andere districten te gaan. Maar dat staat zeker op ons plan en we zijn zeker daaraan aan het brainstormen hoe we dat kunnen uitwerken. De bedoeling is om dit project uit te voeren binnen het jeugdambassadeurskorps. King zegt dat er voor nu alvast gekeken wordt naar mogelijke samenwerkingen met bedrijven en organisaties om dit project tot een succesvol eind te kunnen brengen.